Hey, Thijs Vangen hier en vandaag heb ik een nieuwe uh, video voor jullie. Ditmaal ga ik een, uh, een casus doorlopen met jullie in een bepaalde software die ik gebruik. Uh, deze software is een uitgebreide Excel, dus ook betaalde software uh, met heel het Nederlands belastingstelsel erin. En deze gebruik ik nu sinds een half jaar. Ook heb ik nog een ander softwarepakket, en die gebruik ik ook wel eens. Eigenlijk al die tijd daarvoor en nu nog steeds hoor. Uh, het ligt een beetje aan de casus van de 1 op 1 klant die ik heb, uh, uh, welk pakket we gaan gebruiken. Uh, vaak bij best wel complexe kaas pakken we het pakket wat je zo meteen gaat zien. Wat makkelijkere kaas pakken we het uh, andere pakket. Um, in deze software uh, ja, kan je eigenlijk alles invoeren wat je wil. Dan gaan we zo ook helemaal doorlopen. Ik heb hier een kaas ingezet van een DGA die een BV heeft. Zijn BV die maakt hè, tussen haakjes maar 70.000 euro winst per jaar. En daarmee kan hij eigenlijk heel zijn privéleven uh, uh, goed inrichten, vermogen opbouwen, pensioen opbouwen, et cetera. Uh, Dat heeft hij al wel. Uh, kunnen doen, zeg maar, doordat hij al wat vermogen in zijn BV had staan. En we gaan hier eigenlijk overal de limieten opzoeken, wat wettelijk mag, om uh, zo min mogelijk belasting te betalen en zo goed mogelijk leven te krijgen. En zo min mogelijk afhankelijkheden van andere partijen, Dat vind ik ook, ook wel belangrijk. Onder andere banken. Nou, ik ga gewoon even uh, met gemakje er doorheen en ik uh, ga nu mijn andere scherm delen. Je ziet hier mijn scherm. Right, World well Navigator heet het. Uh, ik heb een fictieve casus. Hè. Ik heb mezelf er even gezet. Ik ben van 23 januari 1992. Mevrouw Verlangen, die heb ik dezelfde leeftijd gehouden, alleen vijf jaartjes jonger. Uh, en ik heb één kind, kind verlangen, dezelfde uh, geboortedatum. Hè, uh, een dag een maand en um, het jaartal is 2022. Dus er zitten wat leeftijdsverschillen. Dus de casus. Nou, we hebben eigenlijk vier kolommen die we gaan invoeren: hè, de inkomsten, uitgaven, het vermogen en wat er uh, in de BV gebeurt. Ik heb het vrij simpel gehouden. En uh, nou, ik hoop dat jullie het kunnen zien. Ik zie dat mijn gezicht wel een beetje voor die video staat. Ik ga even eentje uitzoomen. Ja, zo moet wel te, te doen zijn. Nou, sowieso hebben we altijd de AOW. Die wordt automatisch berekend. Die gaat bij mij in op 69, bij mijn paard ook 69. Uh, dan wordt die uh, uh, ingezet, zeg maar. Je ziet wel dat de maanden iets verschillen. Hè? Maand 7 gaat hij hier bij mij starten. Bij mijn paard maand 10. Dat zit er drie maanden tussen. Uh, en Dat komt omdat die AW-leeftijd, uh, ja, mijn partner is een paar jaar jonger, dus die AW-leeftijd begint ietsjes uh, later. Nou, die AW-bedrag uh, is nu 13.000 per jaar, bruto. Dat wordt geïndexeerd, ik ga uit van een inflatie van 2,1% op, jaar, uh, op jaargebied, dus 2,1% per jaar neem ik mee dat die omhoog gaat. En omdat we uh, allebei samen zijn, fiscaal partner zijn, uh, krijgen we 13.000 per persoon. Als je alleen bent, dan gaat dat bedrag richting de 18 even uit mijn hoofd. Uh, ja, hiervoor hoef je natuurlijk niks te doen. Dus ja, die kan je gewoon meenemen. Um, je verliest 2% per jaar voor elk jaar dat je niet ingeschreven staat in Nederland. In deze kaas ga ik ervan uit dat ik gewoon altijd in Nederland ingeschreven staat. Nou, voor de rest hebben we eigenlijk uh, heel simpel: twee salarissen. En ik heb een, uh, in dit geval een minimaal DGA salaris, die is uh, vastgesteld in 2024 op 56.000 euro. Ook die gaat met die 2,1% uh, omhoog. Dit dus staat hier 0, die stijging. Uh, alleen dat wordt ergens anders uh, op de background. Wordt dat uh, op uh, 2,1% gezet? Dit is boven ingestelde inflatie. Als dus ik zeg van ja, mijn DGA die stijgt met 5% per jaar, dan moet ik hier 2,9 invoeren. Plus die 2,1 die je op de achtergrond hebt, dan heb je 5. Maar voor nu, ik hou het gewoon lekker makkelijk op 2,1. En ik heb gezegd dat ik nog tot en met uh, 2045 uh, ga werken als DGA zijnde. Dus dan ben ik uh, 53. Uh, nu 32. Uh, dan 53, Dit jaar word ik 32 en 23 januari. Um, mijn vriendin of mevrouw Verlangen die werkt ook in mijn BERG-PV. Die doet uh, administratie, bla bla bla. En die verdient 30.000 euro. Ook die stijgt met de inflatie en die werkt ook tot hetzelfde leeftijd. Dus op dat moment is zij 48, hè? 20, 45, maand 12. Stoppen ermee. Uh, ik vind het wel lekker prima. Voor de rest, uh, je kan heel veel inkomsten invoeren. Je ziet hoe, uh, hoe uitgebreid je het kan maken. Ik ga er ook even vanuit dat we voor de rest geen inkomsten hebben, zoals pensioenen of, uh, mm, nou weet ik het eigenlijk, pensioenen. Gewoon lekker makkelijk. We hebben AW laten en we hebben DGA, maar we hebben nog nooit pensioen opgebouwd. Uitgaven, we willen 50.000 euro per jaar uit kunnen geven. Uh, dus dat is, ja, dat is eigenlijk wat we uit willen geven. Ook die gaat met 2.1% omhoog, hè? dus alles wordt ook ja wat duurder. Voor de rest kan ik hier van alles nog uh, onder uh, zetten. Dat gaan we niet doen. We hebben gewoon onder één grote noemen uitgaafpatroon gezet. En wie, MBI, wat willen we net op besteedbaar inkomen hebben? Het vermogen. Uh, gaan we nu naar kijken. Wat is het vermogen wat we hebben? Nou, we hebben 5000 euro op de spaarrekening, oftewel bijna niks. We hebben een uh, eigen woning. Met een woningwaarde van 500.000 euro. Nou, een woning die stijgt nou, gemiddeld gezien eigenlijk 5,6% sinds de Tweede Wereldoorlog. Ik heb hem even gehouden op 3% boven die 2,1%, dus 5,1% totaal. Wz-waarde is vaak een stukje lager. Hè, dus die heb ik op 4 ton gezet. Uh, dan hebben we nog uh, vastgoed. We hebben één pandje van 2,5 ton. Met een waarde in de, in de box 3-sfeer de wz-waarde van 2 ton. We hebben een stijging ook weer van die 5,1, 3,3 plus die 2,1. We verkopen dit pandje 2040. Ik heb gewoon wat, nogmaals, een hele kaas even erin gezet en gewoon wat gedaan. Nou, de waarde tegen die tijd is 554.000, 250.000, maal 5,1% maal 16 jaar. Kom je op dit bedrag uit. Um, huurinkomsten is 1,250 euro per maand die binnenkomen. Ook oh, die gaat met inflatie mee omhoog. Nou, hier eigenlijk aan de rechterkant identiek. Echt een identiek pandje. Dus we hebben vastgoed 1 en vastgoed 2. Ook met dezelfde uh, waarden. Alleen deze verkopen we vijf jaar later. En dan zal die 710.000 euro zijn. Hè? Als het uh, gemiddelde gewoon doorzet, Wat uh, sinds de Tweede Wereldoorlog al wordt behaald. Uh, wat hebben we nog meer? We hebben een, uh, een bankaire lijfrente. Dus dit is eigenlijk, ik uh, kan het er even bij zetten, het pensioenbeleggen. Uh, dat kan je dus via meerdere partijen doen. Denk aan een Meesman, denk aan een Brenudé. Uh, bright Pension, bla bla bla. Zoveel. De Giro kan trouwens ook. Uh, nou, wat leggen we daarin? We leggen 11.207 euro. En dit is het maximale wat een DGA kan storten. Dit is gebaseerd op het minimale DGA-salaris van vorig jaar. Dat was 51.000 euro. De jaarruimte die je kan storten is 11.207 euro dan. Dit bedrag storten we ook. En je gaat laten zien, die mogen we aftrekken van onze inkomsten. Uh, en betalen we dus minder belasting over. Nou, dit doen we zolang we werken. Zolang we werken, uh, storten we dit bedrag. Want als ik stop met werken in 2045, je hebt gezien de inkomsten, ja, die laat ik lopen tot 2045 maand 12. Maar um, als ik daarna stop met werken, ja, dan heb ik geen box 1 inkomen meer. Uh, en vervolgens, als ik geen box 1 inkomen meer heb, heb ik ook geen jaarruimte, kan ik ook niks meer storten. Dus hè, ik stort dit tot en met 2045 maand 12. Bij, voor mijn vriendin doe ik het niet, of voor de partner. Zij verdient maar 30.000 euro. En dat is ook omdat we een klein hebben, kom ik zo meteen op, eigenlijk belastingvrij. Dus als zij gaat storten. Dat is leuke nadig. Je mag het aftrekken van je inkomen, je box 1 inkomen. Maar ja, als je box 1 inkomen nu al belastingvrij is. Snap je, 30.000 euro uh, in Nederland, als je dat krijgt betaald als bruto inkomen. En je hebt een kleine, ja, dan gaat de arbeidskorting eraf. De heffingskorting gaat eraf. En de inkomensafhankelijke combinatiekorting gaat eraf. En dan zie je eigenlijk dat dat bijna onbelast is geworden. Dus ja, je kan wel gaan pensioen beleggen en nog eens, uh, weet ik het, 5.000 euro per jaar storten. Natuurlijk, het is vermogensbelastingvrij, box 3 vrij ook nog eens. Daar heb je wel een voordeel. Maar in box 1 ga je geen voordeel behalen. Terwijl als je het later laat uitkeren, wordt het wel weer belast. Dus ik zou dat persoonlijk niet echt doen. Ik heb een DGA van 56.000. Dan is het interessanter om te storten, want ja, dat is natuurlijk niet belastingvrij. Um, kijk, gaan we weer terug. Als ik dat doe, dus ik stort vanaf 2024 tot en met 2045 11.207 euro per jaar. Dan heb ik. Als ik hem uit laat keren, ik laat hem uitkeren in 2052, op dat moment ben ik 60. Dat zie je hier, hè. ik mag hem 10 jaar van tevoren uit laten keren. Dan duurt de uitkering 30 jaar, het aantal jaar voor je pensioenleeftijd. Ik ga van 70 uit, plus 20. Um, en ik verwacht dat ik dan nog een rendement heb in de uitkeringsfase van 3%. Dat gaat op een spaarrekening. Nou, vandaag de dag zit dat rond de 3%. Dan zie je dat deze bancaire lijfrente, dat, dat, dat is het, uh, die geeft een uitkering van 54.000 euro per jaar. Dus concreet. Hier zie je dat het vaak best wel een leuke deal is. Hè? Uh, je stort dus vanaf 2024 tot 2045. Dus je stort, uh, hoe lang is dat? 21 jaar lang stort je 11.000 euro. En ik krijg dan vervolgens 30 jaar lang uh, oh, 54.000 euro. Nou, geen verkeerde deal. En hoe komt dat? Je stort 11.000 en nou, ga even uitgaan van een gemiddeld rendement van 8%. Het is officieel iets hoger dan dit, maar ik ga even constitutief rekenen. 8% met al die stortingen uh, uh, maakt dat het op een gegeven moment op 60-jarige leeftijd 1 miljoen is. En die 1 miljoen die wordt omgekeerd in de 30, uh, 30 jaar. In 360 maanden wordt het uitgekeerd eigenlijk. En uh, krijg je ook nog een beetje redement. En dat maakt een uitkering per jaar van 54.000 euro. En dit bedrag is eigenlijk exact goed. Want je gaat zien, uh, naar, pensioneren. naar pensioneren krijg je een extra belastingschijf erbij. En die extra belastingschijf is maar 19,03% uit mijn hoofd. Uh, tot de eerste 37.000 euro in het heden. Alleen die die indexeer ik ook mee met die 2,1%. Je ja, die ziet die meestal ook omhoog gaan. Nou, dat is ook dit jaar gebeurd. En dan zie je exact dat die 54.000 euro. tegen die tijd dat het alsnog in de allerlaagste belastingsschaal valt. na pensioneren. Laat ik straks ook wel zien even in de grafiek. Oh. Dus, zodoende doen we een doen pensioenbeleggen. Dat is een stukje vermogen. Dit is een vermogen die opbouwt in box 1. We hebben dan de twee vastgoedpannen, die zitten allebei in. Box 3, deze zit in box 3. En we hebben hier het eigen woning ook in box 1. Dat zeg ik ook heel vaak. Eh, Ga vermogen opbouwen als het even kan. Als BV-eigenaar is dat vrij makkelijk. In alle drie de belastingboxen gaan ze dan vanuit de overheid sleutelen aan een van de boxen. Dan voel je dat bij die ene box. Maar jij zit wel maximaal gespreid in elke box met een stukje vermogen. En in box 1 is dat je pensioenbeleggingsgeld en je eigen woning. In box 3 is dat in dit geval het vastgoed of aandelen, weet ik dat, dat je hebt crypto. En in box 2 is dat het vermogen wat je in de BV hebt. En zo heb je in elk boxje vermogen. En kan je ook van elk boxje later iets uit laten keren, als pensioen of als uh, uh, financiële vrijheid inkomsten. Geef het een naam. Uh, ga ik even terug. Nou, mm, dit hadden we gehad. Hebben we die bankaire lijfrente gehad? Nou, hoe is alles gefinancierd? Hier komt het. Nou, we mogen als DGA uh, 500.000 euro lenen van onze BV. Voor dingen anders dan de eigen woning. Dat staat in de wet. Dat was vorig jaar 2023 7 ton. Dat is 5 ton geworden. Nou, ik heb gezegd: we gaan 5 ton lenen. Ja, natuurlijk moet je dat in de BV hebben. Dat ga je een x aantal jaren over doen. En daarna kan je dan dit plan uitvoeren. Of hè, dat kan stapsgewijs natuurlijk ook. Maar in ieder geval, om die twee vastgoedpanden van elk 2,5 ton te financieren. Uh, heb ik gezegd: van, weet je wat, dan lenen we 500.000 euro van de BV. Dat doen we volledig aflosvrij. De rente zetten we op 4%. Dat heb ik even nu aangehouden. Um, en uh, ja, omdat die volledig aflosbaar is, heb je ook geen rente Blablabla. bla bla bla. Hij valt volledig in box 3. Dus deze schuld mag je in mindering nemen in box 3. Deze 500.000 euro, daarmee kan ik die twee pandjes kopen. Even overdragsbelasting, et cetera, daar buiten gelaten. Ik hou het even een beetje hoog over die, anders wordt het heel complex. Om de eigen, de eigen woning die ik heb, ik heb ook een eigen woning voor 500.000 euro. Nou, daar, die heb ik ook volledig geleend vanuit de BV. Want je mag 500.000 euro lenen voor dingen anders dan je eigen woning. Ja, dat is wet excessief lenen, dat is deze. Maar voor de eigen woning mag je ongelimiteerd lenen. En heb ik gezegd, nou, dan lenen we 50% aflosvrij van de eigen woning. Dus dat is 250.000 euro met een rente van 2%. In box 3 kan je die aftrekken. Dit is nog een oude rente. Hè? En vandaag dag zal het hoger zijn. Maakt het niet, niet heel veel uit nu. Uh, dus het is ook een box 3 schuld. En dan hebben we nog een leningdeel, en dat is die andere 2,5 ton. Dus bij elkaar heb je 1 miljoen in de holding nodig, hè? Tuurlijk, Het is 1 miljoen, zeker weten, dat begrijp ik, een hoop geld. En dit is een leningdeel. en de rente is iets lager. Dat zie je vaak in de praktijk. Uh, leningdelen zijn vaak uh, iets lager rente omdat het iets lager risico is, omdat het wordt afgelost. En aflosvrij is vaak iets te zo. Vaak zit er 0,2 Dus Dus uh, hoeven we ook niet altijd hoor, maar in dit geval ben ik er even van uitgegaan. Dus de eigen woning van een half miljoen, die hebben we gefinancierd dus met twee leningdelen vanuit de eigen holding. 2,5 ton annuïteit en 2,5 ton aflosvrij. En we hebben nog 500.000 euro volledig aflossvrij. Dat is wet excessief lenen. Die maximaal van 500.000 euro voor uh, het vastgoed. En zo kunnen we dus ons vastgoed financieren. Uh, deze panden hierbovenaan. De eigen woning. En de twee vastgoedpanden. Voor de rest hebben we geen vermogen in, uh, in, uh, in box 3 zitten. Zeg maar. Dan gaan we even naar de BV. Nou, de, BV. de winst van de BV die hoeft maar tussen haakjes, als je dit allemaal in werking hebt gesteld in het vorige tabblad, 70.000 euro per jaar te zijn. Nou, dat is niet heel moeilijk voor de meeste BV-eigenaren wat ik in de praktijk zie. Um, en ik zal je uitleggen waarom. En ik ben er vanuit dat die winst, maar uh, die wordt wel geïndexeerd met 2,1%, maar dat ga je maar 15 jaar doen. Dus je hebt maar 15 jaar lang, stel je hebt dit plan in werking gesteld, zoals ik het net heb gezet. Hè? Dus lenen, wet excessief, huurinkomsten, vastgoed, blablabla, bla, bla, pensioen beleggen, DGA's uitkeren. Dan heb je maar tussen haakjes 70.000 euro nodig. Uh, 15 jaar lang, van 2024 tot en met 2039. Uh, 15 jaar is dat. Dat is de enige winst die je in de BV maar nodig hebt om heel dit plan door te kunnen voeren. En ik zal je even uitleggen wat ik hier nog meer heb ingezet. Uh, kijk, de waarde van de BV is. Uh, nou, ik heb even 100.000 euro, staat erin. Dat uh, krijgt een rendement van 3% krijg je erop, de, op de rente. Een rendement op, op, op dat zalde van 100.000 euro. Een slokje water. <coughs> Dus in de holding, hè, of de werkbv, even, maakt even nu niet uit, het staat 100.000 euro. En je zorgt ervoor dat er een winst bij komt van 70.000 euro per jaar, nog 15 jaar lang. Het geld wat hier staat, maak je een op van 3%. Een of een rentefonds of uh, nou, dat soort dingen. En vervolgens heb je dan natuurlijk ook die leningdelen. Want die leningen, ja, die heb jij als DGA zijn bij de bv genomen. Dus jouw bv is wel iets meer dan een miljoen waard. 1,1 namelijk, want je hebt 1 miljoen geleend, wat je net hebt gezien. En, uh, en een miljoen, of sorry, een miljoen, een ton aan saldo die er nog op staat. Um, dus dit is um, het totaal van de BV. Nou, dan gaan we even kijken. Als we gaan uh, kijken wat er gebeurt in de BV-sfeer. In de BV gebeurt het volgende: namelijk, kijk, 70.000 euro komt er binnen als winst. Maar je krijgt ook renteinkomsten. Die rentes zijn namelijk al die rentes, al die leningdelen die je bij jezelf hebt geleend. Die rentes maak jij over. Plus uh, naar je BV, dus niet naar de bank, gooit weg. Maar nu komt het gewoon als winst binnen in de BV. Plus je hebt natuurlijk over die ton die 3% rendement. Dus dat is ook 3000 euro. Dus je verdient gewoon een ton per jaar. He, en, uh, dat is de winst in de BV. Maar je hebt natuurlijk wel kosten. Kosten zijn de twee dga slas voor jouw partner 30.000 euro en voor jou 56.000 euro. Dus je ziet dat je maar een winst overhoud in de BV van 16.000 euro. En daar moet je dan 19% A3000 euro over aftikken. Dat valt natuurlijk mee, dus bijna niks. Nou, daar hou je dus 13.000 euro over in de BV. Plus er wordt ook nog wat afgelost. He. Je hebt een annuïteitleningdeel. Dan zie je dat je gewoon een bepaalde cashflow hebt van 16.000 euro. En die 16.000 euro, die komt gewoon bij die ton erbovenop. Plus het, 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 uh, het rendement. Maakt 19.000 totaal. Gaat die ton naar 119.000 euro. Nou, dat gebeurt eigenlijk gewoon elk jaar. Dus ondanks dat je maar 70.000 euro verdient, kan je alsnog bij de DGA-salaris uitkeren. Omdat je natuurlijk het rendement hebt. En die renteinkomsten. Dus in de BV gaat het zo goed. En dan zie je dat je nou, eigenlijk heel weinig belasting hoeft te betalen. Kijk maar. Het is uh, tot en met, hè, je werkt 15 jaar lang nog die 70.000 euro. Betaal je 50.000 euro belasting, winstbelasting. Dat is bijna niks. Dan gaan we naar de volledige planning. Dat is ook wel leuk om te zien. Uh, ik hoop dat het niet te klein is. Uh, even kijken. Want die, moet uh, ik even iets inzoomen anders. Die maak ik even iets groter. Slades is 56.000 euro, wat ik net al zei, wat ik binnenkrijg. Het DGA, mijn partner 30.000 euro. Uh, dat is 86.000 euro. Nou, belasting moet ik betalen. Alleen box 1 belasting, box 3 niet, ga je zo zien. Uh, dat is zo'n 13.000 euro wat ik moet betalen. Inkomstenbelasting van die in 86.000 euro komt er uh, 72.000 binnen. Dit zijn huurinkomsten. Twee keer 15.000 euro per pand. Hè? Uh, wat Kinderbijslag, kindgebonden bezet, blijkbaar nog 17 euro. Heb ik iets meer dan een ton netto per jaar die binnenkomt? Van die ton. Moet ik natuurlijk wel mijn leningen betalen aan mijn eigen holding. Hè? Dus ja, dit is wat ik aan mijn holding betaal. Dit zijn die, uh, die 29.500 die in de BV binnenkomt, die winst. En dit is die aflossing die, uh, die binnenkomt. Heel een stukje annuïteitenlening deel. En dit is het pensioenbeleggen wat ik stort. Dus die 11.207 euro die ik naar pensioenbeleggingsrekening stort, die zie je hier ook binnenkomen, die ik dan al die jaren doe. Hè, totdat ik stop met werken. Want dan ga ik het natuurlijk niet meer uh, doen. Loopt die goed hier? Even kijken tot en met hier. Ja. Kijk, 2045 stopt mijn DGA-loon. En dan uh, stort ik ook niet meer uh, die 11.200 euro. Nou, dan zie je dus dat er nog 50.000 of 47.000 euro afgaan. Nou, ik had een uitgavenpatroon na hypotheeklast. Hè. Dus, hè, dus hypotheeklast zijn er al vanaf. Hè. Dat zie je hier. Dus ik woon gratis, uh, et cetera, in dit voorbeeld. Uh, dan zie je dat ik 56.000 euro overhoud. Dus na hypotheeklasten, na pensioenbeleggen... kan ik alsnog die 50.000 euro per jaar uitgeven. Uh, en je ziet zelfs dat ik 6.000 euro Die 6.000... Die, uh, die komt eigenlijk bij mijn spaartgoed bij. Ik had 5000 euro. Box 3, spaartgoed. Dan komt die 6000 euro bij. En dan heb ik 11000 euro. Nou, wat heb ik nog meer? Ik heb een woning in box 1 zitten. De eigen woning van de 500.000 euro. De twee vastgoedpanden van samen 500.000. Mijn BV. Hè, die 1 miljoen lening. Dat is een waarde van de BV. Plus die ton die erin. Plus een beetje redement. Nou, dat heb je net gezien bij tabblad BV. Nou, die blijft oplopen natuurlijk een klein beetje. Uh, schulden in box 1, dat is die annuïteitlening deel van 2,5 ton. Ja, die moeten we aflossen. Dus die zie je ook een beetje uh, naar beneden gaan. En schulden in box 3 hebben we natuurlijk die 2,5 ton eigen woninglening die aflossvrij is. Die mag je in box 3 aftrekken. Ik krijg geen hypotheekrenteaftrek over in box 1. Plus die 500.000 euro volledig aflossvrij. Die werd excessief lenen voor mijn vastgoed. Nou, Als we gaan kijken: belastinglatentie, dat doet hij hier uitrekenen. Stel. We gaan de BV helemaal liquideren. Dan gaat de 33% dividendbelasting af. Het hoogste tarief reken die even mee. En dan zie je dat je eigenlijk waard bent onderaan de streep. 764.000 euro. Um, dan gaan we iets naar beneden. En dan gaan we even kijken per box wat er gebeurt. Nou, ik in box 1 krijg 56.000 euro. Die 56.000 euro is die DGA. Ik stort 11.207 euro naar mijn pensioenbeleggingsrekening. Die mag één op één aftrekken. Mag ook in de hoogste belastingsschaal. Ik zie je niet van toepassing, maar dat mag wel. Heb ik 44.000 euro over? Nou, dan gaat er nog een beetje aftrek af. Hè? Want ja, ik heb natuurlijk die annuïteithypotheek uh, Waarvan de rente ik wel mag aftrekken. Uh, moet je wel even eigen woning verrekenen. Maar dat zeiden, dat, dat zal hierin gedaan uh, Ik ga het niet te complex maken. Hou ik 41.000 euro over. Over die 41.000 euro moet ik officieel 37% belasting gaan betalen. Dat is 15.414 euro. Maar over die 15.414 euro gaat er nog wat arbeidskorting, heffingskorting af. Dat ga je zo meteen zien. Mijn partner verdient 30.000 euro. Nou, dan gaat voor de rest niks af. Die moet dus officieel 37% betalen over 30.000, zou je zeggen. 11.000 euro. Nou, ga ik kijken of dat echt waar is. Dan ga ik even deze Hoofdslandbox ik zo terug. Dan zie je hier die 15.000 euro voor terugkomen. Die 37% van die 41.000 euro. Nou, wat ik al zei, die arbeidskorting gaat eraf en de heffingskorting gaat eraf. En dan zie je dat ik officieel maar 8.600 euro moet betalen over mijn DGA van 56. Dus over die DGA van 56.000 euro betaal ik, wat is dit, 15% of zo, 8.000 euro belasting. Mijn partner, die moet zien, hè, van die 30.000 euro DGA, moet zij 37% belasting betalen officieel. Dat is die box 1 tariefheffing hier, 11.000. Maar gaat een arbeidskorting vanaf, ook bij haar, en die is een stuk hoger, omdat zij minder verdient en minder belastbaar inkomen heeft, gaat die arbeidskorting omhoog. Um, de heffingskorting gaat er vanaf. Ook een stukje hoger is die, omdat het ook weer minder is. Hoe, hoe, laag je je, hoe minder je verdient, hoe hoger de korting. En die kortingen mag je één op één aftrekken. En dan zie je ook, omdat uh, zij de minst verdienende partner is... gaat er nog een inkomensafhankelijke combinatiekorting af. Van 2740 euro. En dan zie je dat haar heffing eigenlijk... Ja, is maar 40 euro. Dus ze verdient 30.000, bruto. Maar dat is eigenlijk onbelast, 40 euro. Even over die zorgpremie daar buiten gelaten. Maar qua belastingheffing is het eigenlijk onbelast. En dat is wel een hele interessante. En daarom zie je dat pensioenbeleg in dit geval... Niet per se heel interessant is bij mijn partner. Nou, dan ga ik even terug naar de box 3 berekening. Kijk, in box 3 hebben we die 5000 euro spaargeld. En we hebben uh, de woningwaardes. Nou, dit zijn die twee vastgoedpanden van 2,5 ton per stuk. Alleen de Wz-waardes per pand die was 2 ton per stuk. Dus dan zie je dat dat 4 ton in box 3 is. Uh, dus de waarde in box 3 is 405.000 euro. Maar de schulden die ik heb, dat is die 500.000 euro excessief lenen. Plus die 250.000 euro eigen woningsschuld uh, aflosvrij, is uh, meer dan uh, 7,5 ton. Nou, ik mag ook nog eens 114.000 euro samen hebben. Dus die 114 plus die 7,5 ton maakt uh, 850.000 euro. Ik heb 400.000 euro. Dus ik hou 4,5 ton over in de min. Dus daar hoef, hoef ik geen box 3 belasting te gaan betalen, zoals je hier kan zien. Dus dat is een hele interessante. Uh, dus ik heb geen box 3 probleem, ik betaal in box, uh, dus concreet, in box 3 betaal ik dus eigenlijk de komende jaren helemaal niks. In de BV betaal ik ja, vrij weinig, de komende 15 jaar 50.000 euro. In, uh, uh, in box 1 betaal ik ook vrij weinig, mijn paard betaalt niks en ik betaal zo'n 8.000, 9.000 euro per jaar aan box 1 heffing. In mijn optiek best wel weinig natuurlijk, hè, voor als je ziet wat je ervoor krijgt. Hè. Je hebt namelijk een ton aan inkomsten met een redelijk vermogen uh, onder je. Natuurlijk, dit is allemaal fictief, dat begrijp ik. Uh, uh, in de praktijk zal het misschien net iets anders zijn in een bepaalde casus. Maar dit is wel wat uh, theoretisch uh, en praktisch ook gewoon mogelijk is. Uh, als we gaan kijken naar wat grafiekjes, dan gaan we ook mee afsluiten. Dan uh, zie je het volgende. Kijk, hier zie je wat de opnames en stortingen zijn vanuit normaal vermogen naar, uh, naar mijn spaartegoed. En je ziet tijdens de periode dat ik werk, kan ik gewoon geld storten. Dat kleine groene balkje naar mijn spaartegoed. Dus ik hou gewoon over. He, dus ik kan en leven en ik kan ook nog eens 50.000... Of dus ik kan wonen en ik heb vastgoed. Al die leningen zijn al worden, uh, worden betaald aan mijn BV elk jaar opnieuw. He, de rentes en een stukje aflossing. En nog steeds kan ik die 50.000 euro uitgeven, geïndexeerd en wel elk jaar. Nou, dan zie je dat ik elk jaar nog steeds een beetje overhoud. En dat komt eigenlijk op mijn spaartegoed erbij. Vervolgens hier zie je dat ik mijn eerste woning ga verkopen. Eén vastgoedpandje. Komt er ineens een hoop geld bij. Ook weer naar mijn spaartegoed. En hier ben ik ook gestopt met werken. Je ziet dat hier... Uh, hier ga je leven van je spaartgoed. Uh, zegt het goed? Ja, hier komt er nog wat bij. Uh, want hier verkoop ik mijn tweede woning. En hier ga je interen op je spaartgoed. Dus je ziet hier dat je spaarbuff gaat, uh, gaat opeten eigenlijk. Uh, en vervolgens zie je ook op een gegeven moment dat die opraakt, de spaarbuff. En dat je dan dividend moet gaan uitkeren van de BV. Dus je wil natuurlijk wel gewoon die zwarte lijn kunnen behouden. Die je gewenst netto besteedbaar inkomen. En dat zie je hier in deze rechter. Dat haal je ook, hè? dat is 50.000 euro. Maar als je richting de 80 gaat, is dat al 140.000 euro als je het indexeert met 2.1%. Dus het vermogen wat er is, en uh, die rode lijn is met uh, de eigen woning erbij, hier is die BV-vermogen, het privé-vermogen, die zie je ook een beetje op en neer gaan, afhankelijk van hè, of we erbij storten of eraf halen. Totale inkomsten en uitgaven zie je hier. Hè. Je ziet hier bijvoorbeeld, je komt steeds iets meer binnen dan dat er uitgaat. Hier zie je dat er van woning verkocht wordt, maar ja, je moet wel die 2,5 ton wet, wet excessief lenen aflossen natuurlijk aan de BV. Hier zie je hetzelfde gebeuren. Hier zie je dat je allemaal uitgaven blijft houden, maar ja, zonder inkomsten. Dus dan ga je interen op je vermogen. Dat zie je hier ook gelijk gebeuren. En hier zie je ook wel een leuke... Dit is onze box 1. Dus dit zijn de DGA-slazen. De mijne van 56.000 euro die geïndexeerd wordt. Die stopt hier hè, bij 55. Die van de partner, die 30.000 euro erbovenop. Dus dit is zo'n totale box 1 inkomen. Hier hebben we geen box 1 inkomen meer. Hier begint uh, de pensioenbeleg uit te keren, 30 jaar lang. Hier komt de AW van mij erbij. AW van een partner erbij. Uh, sorry, AW van mij erbij een beetje een AW van het paard. Want de mijne begint halverwege. Hier de mijne volledig. En die. Hier moet ik. Goed, ik moet goed zeggen, hier komt de AW van het paard erbij. Dan zie je dat je al best wel een flink inkomen hebt. Dan nou, ga je dan kijken naar het belastbaar inkomen in box 1. Dan zie je hier dat de, de hoogste belastingsschijf, dat is deze lijn. Die liggen nu bij 75.000 euro. Stel we indexeren die met 2,1%. Dan wil je eigenlijk nooit boven komen. Want hierboven moet je 49,5% belasting gaan aftikken. Ja, dat wil je natuurlijk niet. Maar je ziet met ons DGA van 56, en die van mijn paard die nog lager is, hier aan de rechterkant op 30, blijft er altijd onder. Zelfs, kijk als we naar ons AW komen, dan zie je de eerste belastingschrijf bij de AW. Dus na ons pensioneren, komt er een extra belastingschrijf bij. Dat is vandaag de dag 37.000. Tegen die tijd is dat geïndexeerd, wat is het, richting de 70 of zo. En dan zie je zelfs met het pensioenbeleggen erbij dat, dat we er nog steeds onder zitten. En dus zitten we hier tegen een belastingtarief van 19% AW per pensioenbeleggen. Hè, terwijl we wel 54.000 euro per jaar uitgekeerd uitgeke krijgen van onze pensioenbeleggingen. En uh, in het geval van de partner, ja, hetzelfde eigenlijk. Uh, maar die, heeft, uh, die blijft er helemaal onder, want die krijgt alleen AW in dit geval. En zo zie je eigenlijk ook, als je terug ga je gaat kijken in de jaren. En ja, dan zie je eigenlijk gewoon hier een bepaald inkomen. En dat inkomen dat vervalt, hè, dat stopt dat DGA-salaris hier. En dan zie je in één keer dat je geen inkomen meer hebt. Maar ja, je hebt natuurlijk wel je uitgaven. Dus wat ga je doen? Je. je je gaat interen op je, op je geld, zeg maar, op je beleggingsgeld, je spaart de goed. Dus je goed is tegen die tijd iets meer dan een miljoen. En je gaat er eigenlijk ja, wat je tekort komt, ga je op interen. Dus je ziet dat helemaal naar beneden gaan. En je ziet hier eigenlijk dat het hier op En hier is bij, uh, wat is het, 65. En bij 65, omdat we nog steeds een kort hebben, we hebben alleen ons pensioenbeleggingsgeld wat nog binnenkomt. Maar we geven veel meer uit dan dat. En dan zie je dat je een tekort hebt, maar je goed is op. Ja, wat moet je dan doen? Daar moet je de waarde van de BV, dat is tegen die tijd iets meer dan een miljoen, die moet je gaan ja, dividend uitkeren. Dus je gaat zien dat je vanaf dit moment de BV op gaat eten. En kijk, en dan zie je die ook weer aflopen. Tot en met nou, hier 2,5 ton baas 81 zijn. Dus je gaat op dat moment kijken, dan zie je hier dividend uitkeren. En zo pak je dus hier een box: twee pensioeninkomen. En zo dat met dividend uitkeren. En tegen die tijd. Kijk, als ik kijk bij hier bij 75, ja, dan hebben we mijn pensioenbeleggingen, mijn AOW en mijn partner de volledige AOW Dan komt er alweer 122.000 euro per jaar binnen. Nou, dan moet je belasting over gaan betalen. Dan hou je een ton netto over. Ah, ja, ja, tegen die tijd is jouw uitgavenpatroon 122.000 euro. He, die 50.000 euro in het heden. Tegen die tijd zat 122. .000. Dus je ziet dat je nog steeds wat tekort komt. Nou, dat moet je alsnog uh, met dividend uitgekeren. Dat is die 25.000 euro. En zo eet je daarna je BV op. En dan zie je hier nog een gigantische waarde van de box 1. Uh, dat is je eigen woning. Als je die laat indexeren, uh, die hebben dan nog eventueel, die kan je altijd verkopen als buffer. Uh, dit lijkt hele onrealistische waarden, dus dat begrijp ik. Maar dat is toch maar 5,1% die we indexeren per jaar. Uh, en dat geeft deze waarden. Uh, kijk maar, 20 jaar geleden, hoe hoog de, de, de hypotheek toen, uh, of de, de woningwaarde toen was, was ook uh, heel stuk lager dan, dan nu. Daar kon je toen ook niet geloven, als je 20 jaar geleden tegen je ouders had gezegd van joh, Denk je dat je woning keer vier gaat eh, binnen 24 jaar? Dan zeg je, joh, ben je niet goed. Dat is toch gebeurd. En zo zie je dat je best wel een leuke kaas kan uh, bedenken, een goed inkomen hebt uh, uh, weinig belasting betalen. We halen eigenlijk Dubai naar Nederland, zeg ik wel eens in, in dit, uh, op dit vlak. Um, je hoeft weinig te verdienen. Even tussen haakjes. He. Je moet wel die miljoenen in je holding hebben, dat is natuurlijk even niks of in je BV. Uh, en daarna hoef je eigenlijk maar 70.000 euro per jaar te verdienen voor nog 15 jaar lang. En de rest gaat allemaal automatisch: die pensioenbeleg kan je automatiseren. DGA's kun je automatiseren. Uh, dat het uitgekeerd wordt. Uh, nou, de rest kan je eigenlijk zo, zo wat allemaal automatiseren. Vastgoed uh, kan je laten uitbesteden. Uh, de verkoop komt natuurlijk wel wat kijken. Maar je ziet, hè, nogmaals, het is een fictieve casus. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben, dat je wat van kan leren. Uh, en dat je ziet dat ook in Nederland het goed mogelijk is met echt een leuk vermogen, goede inkomsten, toch relatief weinig belasting te betalen. Uh, dus doe je voordeel mee en uh, uh, abonneer op het kanaal. Geef een like en dan uh, blijven we deze video's maken.